Hallo voor de eerste integratie in Excel. Is Copilot alleen aanwezig in lijsten of tabellen met gegevens? Het kan ons niet alleen helpen gegevens beter te begrijpen, door trends te vinden bijvoorbeeld, maar ook door er informatie aan toe te voegen, zonder dat we de formules onder de knie hoeven te krijgen. Het is deze functie die ik u voorstel om in deze video te ontdekken. Ik heb hier een lijst met gegevens. Het zijn taxiritten. Elke rij is een rit en elke kolom is een beschrijvend element van de rit: de chauffeur, de datum, de route, de kilometers en de prijs, als ook de Taalmethode. Een goede gewoonte in Excel is om lijsten met gegevens om te zetten in tabellen, omdat deze een hele reeks voordelen bieden op het gebied van visualisatie, formules, filters en het toevoegen van gegevens. Om een lijst naar een tabel te converteren hoeft u alleen maar één enkele cel in de lijst te selecteren en vervolgens op het menu Home te klikken en dan op Format as Table en vervolgens op het ontwerp dat u het mooiste vindt en uiteindelijk op OK. U kan nu al zien dat het lezen van de gegevens veel gemakkelijker is. Helemaal aan het begin van Copilot was deze conversie naar tabellen verplicht, maar nu niet meer. In deze tabel staat de exacte datum van de ritten. Maar misschien wenst u voor uw statistieken ook een kolom te hebben met alleen de maand en het jaar van elke rit. Het is niet ingewikkeld als u de nodige formules kent. Maar wat als u ze niet kent? Geen paniek, Copilot is hier om u te helpen. Om Copilot te activeren, klikt u gewoon op het pictogram Copilot in het home-menu. U ziet dat het deelvenster rechts van de Excel-tabellen Wordt geopend. Om voor Copilot duidelijk te maken dat u wenst te werken met de taxitabel, moet u één van de cellen in deze tabel selecteren. Om met Copilot te communiceren, moet je ermee praten alsof je met een collega praat. Er is geen andere taal te leren. Copilot begrijpt en kan converseren in ongeveer een vijftigtal talen. Om hem te vragen een kolom toe te voegen met de maand en het jaar van elke rit, hoef je het alleen maar duidelijk te vragen, in het Nederlands bijvoorbeeld. U kan het hem dicteren door op de kleine microfoon te klikken. Of door een vraag te tikken. U klikt dan op het pijltje om hem het verzoek door te sturen. De verzoeken die u naar Copilot stuurt, worden prompts genoemd. Het beheersen van het schrijven van prompts is de sleutel tot een optimaal gebruik van Copilot. Copilot laat de verschillende stadia van zijn denken zien en vervolgens het resultaat. Hij toont ook de formule die hij toepast om het resultaat te verkrijgen, met een link voor meer uitleg over de gebruikte methode. Hij toont ook een voorbeeld van het resultaat en de knop Insert column, waar. Waarmee u de gevraagde kolom aan de tabel kan toevoegen. Als u de muisaanwijzer op de knop plaatst zonder erop te klikken, toont Copilot u een voorbeeld van het resultaat. Als u deze goed vindt, klik dan gewoon op de knop. U kan zo meerdere kolommen toevoegen. Als u geen ideeën meer hebt, aarzel dan niet om op de suggesties van Copilot te klikken. Show a suggestion for a formula column en Show Data Insights. Ze zullen u helpen uw gegevens beter te begrijpen zonder dat u formules hoeft te schrijven. Aarzel ook niet om op het boekje in het promptgebied te klikken. Dit geeft u een goed overzicht van hoe Copilot u kan helpen uw gegevens beter te gebruiken en te begrijpen. Dank u voor uw aandacht en tot ziens!